zonnebril bij Olivia opgezet. Hey guys, good morning en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en we zijn nog steeds op de avond. En ik heb mijn haar net gewassen, een soort van, maar we hebben weer geen feu. Dus ik zit nu voor het raam en ik heb het op te laten drogen. Nee, het duurt zo lang. En we zijn nu in Galamadan, zoiets. En ons eten is een beetje op. Dus we moeten of naar het strand of een supermarkt vinden. En een vriend van ons komt vandaag langs. Gezellig ook. Dus kijk gezellig mee. Goedemorgen, baby. Goedemorgen, Sander. Geen reactie. Mijn haar ziet er niet uit. De mijne ook niet. We hebben eten gehaald in Yatzee. En we hebben vers toepeloot. Trouwens, guys, mijn meest gestelde vraag van de afgelopen periode is waar deze ketting vandaan komt. En daarom heb ik iets leuks voor jullie bedacht. Je kan deze ketting nu bestellen als je een mailtje stuurt naar team@queenofjetlags.com. Het gaat wel om een pre-order, maar ze komen eraan. En ze zijn €25. Dus ja, dat wilde ik even zeggen. Want ik heb denk elke dag, nou ik weet niet hoeveel DM's erover. En ook op YouTube is het de meest gestelde vraag. Dus dat. Jo is er. Hoi Jo. Hoi. En die heeft de zonnebril bij Olivia opgezet. Mooi hè, je moet blij maar op. Oh. Oli heeft wederom mijn schoenen aangetrokken. Alleen wel verkeerd om hè. Oh. Uh-oh. Mooi. Wat mooi. Waar ga je nu naartoe dan? Boom. Op Olly. En dan kan Olly even lekker vloggen. Kijk. Kijk, waar moeten we naar kijken dan? Zo zien we toch niks als je moet je trui houdt. Oké, ik heb mezelf de boot uitgehesen. Het was zo gaar. En nu zijn we buiten en is hier een grote speelplek en zwembad. Maar Olly heeft ook die waterpokken gehad, dus ze kan niet zwemmen. Tenminste, kan wel, maar doe ik niet. En we gaan nu denk ik de speeltuin gezellig even in. Ook hij had. Ja. Olly is in de plas gaan staan. Olly. We zijn weer terug en Olly is zo'n grote meid, die is helemaal zelf aan het eten. Super knap. We staan er alleen met allemaal mannen omheen, voor als er iets valt. En wij gaan ook eten. Sander heeft die spaghetti weer gemaakt. Hij komt, het gerecht is uit Pauline's keuken toch? Ja. Ik zal het hieronder even linken. Eet smakelijk. We hebben lekker gegeten en ik heb mascara door mijn ogen gevreven, zoals jullie zien. En wie heeft er gekookt? Sander heeft gekookt, zoals jullie weten, want het recept heb je al laten zien. Oh ja, dat is waar. We kwamen er dus net achter dat er een hele leuke disco is bij de jachthaven waar we nu slapen. En half 10. Wij dachten het wel leuk om Bibi daarmee naartoe te nemen. Nou, toch? Ja, Bibi wil dus niet, maar we gaan sowieso. Ik ga jullie een verhaal vertellen. Bibi gaat naar de club. Misschien komt ze de liefde van haar leven wel tegen. Ik bedoel, ze is al 12. En wij gaan mee. Luister, ik ga jullie een verhaal vertellen. Wat doe je aan, denk je, Bibi? Ik ga niet. Jongens, ik ga geen verhaal vertellen. Maar wat is leuk voor Bibi om aan te doen? Een crop top? Ik zou een crop top, die van Calvin Klein, En een hele hoge shorts. Ja, en hoge shorts. En dan als het helemaal leeg is, dan gaan wij dansen in het midden van de discotheek. Ja. Gaan Noor en ik vast voordansen, dan kan jij daar ook komen. Wij gaan de dansvloer opwarmen voor jou. Wat vind je daarvan? Zou je dan schamen? Ligt eraan wat voor dans jullie gaan doen. Ja, wij kunnen dat heel goed. Noor en ik hebben heel goed geoefend. We hebben heel bijvoorbeeld, ik ga aan allemaal 11-jarige jongens jouw nummer geven. Ja. Nou, wat is dat? Hey. Nu is het zat genoeg geweest. Echt serieus. Ik ga nooit, sorry, als iemand een vriendje heeft die jonger dan... Dat is juist leuk. Een toyboy. Nee. Wel. Ik wil gewoon dat een jongen ouder is. Ja, ik snap wel hoor. Dat is soms, meestal is dat leuker. Ah, dat is grappig, want dat wil papa eigenlijk helemaal niet. Maar Noor ook niet. Jo, meestal ook niet, maar...
Misschien moeten je we weet het niet. Maar... Auw! Misschien moeten we dat maar even aanpassen. Auw! Auw! Nee! Nee! Die heeft trouwens naar disco gezegd. Disco? Nee. Ga jij mee naar de disco? Zeg maar disco. Ga je mee naar de disco? Die is daar, hè? Ja, heel goed. Gaat Bibi lekker partyen vanavond? Ja. Ja, waar gaat Bibi partyen? In de? Disco. Hey. Ja. Hey. Daar. Daar. Wil jij ook mee? Wil je mee naar de disco? Maar het is alleen voor 12 plus. Het is 12 plus. Ik ga even tickets halen zo. Ja. En dan ga ik me even omkleden. Dan ga ik naar de club. Dus wordt vervolgd. Oké, we hebben Biebs niet zo ver gekregen om naar de club te gaan. Ja, ik ben dus precies de verkeerde punten bij alles aan het zetten. Oké, opnieuw. We gaan het hele spel opnieuw beginnen. Wil jij het anders doen? Nee, ik kan dat niet. En we gaan nu... Jo. Jouw zeeën. Je voet. Hoezo? Ja, je knie. Wat is er met mijn knie? Ja, weg van dat bord af. Waarom? Oké, dus we gaan... Wat had jij? Wij liggen op bed. En ik besef me nu dat dit de eerste keer is dat ik vlog vanuit het bed hier. Thuis vlog ik altijd vanuit bed. Maar hier ga ik eigenlijk altijd vlog eruit. Tenminste meteen eruit en dan de dag beginnen. Dus ja, het was heel gezellig. Je hoofd gewonnen met jouw twee. En het was een hele leuke dag. Ik hoop echt dat jullie de vlogs leuk vinden van de boot. Ik heb echt geen idee. Natuurlijk anders is dan het leven in Amsterdam. Morgen is het woensdag. En dan donderdag zijn we weer nog. En dan gaan we dus naar huis. En dan vrijdag ga ik lekker naar de kapper. Daar heb ik echt heel veel zin in. En want ik moet echt mijn uitgroei. En mijn haar moet echt gefixt worden. En dan maandag of dinsdag naar LA. Dus dat is ook spannend. Met Olly. En Olly ligt lekker te slapen. We hebben zo'n leuke dag met haar gehad. Het was echt super leuk. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken. Ik vind het super leuk dat jullie elke dag kijken naar de vlog summer. En that's it. Ik zie jullie morgen weer.